Yo allemaal, dit wordt de allervetste vlog, hoop ik, die ik ga maken dit jaar. Want het is zover. Vandaag vertrekken we naar het Europees kampioenschap in Parijs. Ik heb er een jaar lang voor getraind. Vorig jaar wonnen we zilver en brons. En mijn allergrootste droom is natuurlijk om ooit Europees kampioen te worden. Kijk, dat we mee mogen doen, dat is al gaaf. Maar ik ga jullie meenemen, ik ga jullie alles laten zien. En de reis gaat zo meteen beginnen, dus blijf kijken! Kijk, deze mooie beker staat hier al. We zijn dit jaar Nederlands kampioen geworden. Vorig jaar waren we ook Nederlands kampioen. En ik hoop heel erg dat we meer bekers gaan verzamelen op het EK. Ik heb er echt zoveel zin in. Vorig jaar wonnen we brons. En dit is de zilveren medaille. Dus het zou echt een droom zijn om een keer goud te halen. En een nog grotere droom om misschien ooit Europees kampioen te worden. En dan deze medaille in het goud te hebben. Maar ja, het is al heel vet om mee te doen met Georgie. Ik heb er zoveel zin in. Gewoon naar het Europees kampioenschap, het EK met George in Parijs. Het is echt een droom die uitkomt. Ik heb de afgelopen dagen alles al ingepakt. Het is nu dinsdag. Het is vandaag de reisdag, want de reis duurt denk ik wel ongeveer 5-6 uur. Als we pech hebben, kan het nog iets langer duren als we file hebben. Dan heb je dus vandaag dinsdag de reisdag. Morgen heb ik dan een rustdag en een beetje baan verkennen, zodat George het terrein een beetje kan leren kennen. En dan is donderdag de eerste proef. Vrijdag hebben we dan rustdag en zaterdag is de kuur op muziek. En zondag de grote prijsceremonie. En er wordt ook bekendgemaakt welk land er heeft gewonnen. Dus ja, er staat heel veel op de planning. Dus let's go naar stal. Jongens, de vrachtwagen is helemaal ingepakt. En Lia staat nu even de laatste. Nee, kijk, hij is echt op de nok. Helemaal vol. Nou, een hele week Parijs. Deze komt er nog bij en dan kunnen we gaan. George, ben je klaar voor je reis? We hebben George helemaal lekker gewassen. En dan nog lekker even op stal gezet, zodat hij nog kon poepen en plassen. En nu gaan we onderweg naar Frankrijk. Georgie! Klaar voor? Worteltje. Oh, je hebt jezelf alweer goor gemaakt. Nee, we hebben jezelf alweer vies gemaakt. Het gaat supergoed en we zijn al in Frankrijk en nog maar een klein stukje tot Parijs. We moeten nog 2 uur tot Parijs en ik ga nu eventjes George water geven en Bix. Zo, even lekker wat Bix en wat water. George heeft nu al vanaf 10:30 tot 3 op de vrachtwagen gestaan. Dus het is wel lekker om eventjes wat te eten en drinken. Ja, jij kijkt naar buiten. Jij denkt, wat is dit voor geur? We zijn in een ander land. Kijk hoe mooi, Lies, die hele vallei. Ja, we zijn er! We zijn aangekomen in Parijs. Oh, lekker, George. We hebben deze stal helemaal dicht gemaakt, want George is natuurlijk een hengst en anders klimt hij eroverheen. Ik heb de hele stal opgestrooid, lekker stro en hooi gegeven. Nu leggen we deze baal alvast voor de stal. En kijk, dit is het terrein. Het is nu al donker en ik ga nog eventjes checken bij George met hem is. En dan gaan we naar het hotel en dan eventjes de spullen en alles in het hotel doen. Even eten en dan ga ik vanavond om 10 uur nog even terug om te checken hoe het met George gaat. Het is best wel echt een gezellig terrein. Georgie!
Georgie, kijk. Oké, jongens, het is 10 uur 's avonds, iets over 10. En de stal was blijkbaar tot 10 uur open. Dus we moesten over een hek klimmen, want ik wilde toch nog even naar Georgie. Hij moest nog zijn avondeten hebben. En ik wilde nog even deze deken opdoen, want die geeft goede massage. En hij moest ook nog hooi hebben voor de hele nacht. En dat hebben we nu gedaan. En we maken nog even zijn stalletjes schoon en dan gaan we slapen. Nee, Georgie, ja. Braaf. Gelukkig drinkt Georgie ook goed. Dat is altijd fijn om te zien. Dan moet je altijd goed controleren. Ja, lekker. Georgie vindt het wel gezellig dat ik nog ben. Heel stiekem in de stal. Niemand is hier meer en ik moest over een hek klimmen. En ik ben heel stiekem in het donker in de stal alles doen. En het is wel een beetje spannend, want ik ben echt super bang dat de beveiliging komt. Hey George, maar George vindt het zo gezellig dat ik er nog ben. En ja, je wilt altijd s'avonds nog even kijken hoe het is met je paard. Maar nu gaat George lekker zijn nachtdekentje opdoen en dan kan hij lekker slapen. En dan tot morgen! Yo allemaal, goedemorgen. Het is nu 7 uur in de ochtend en George heeft net zijn eten gehad. En ik ga zo meteen baan verkennen. En baan verkennen is ontzettend belangrijk. Dat is namelijk dat je al eventjes in de wedstrijdbaan hebt gereden. Dus dat je niet voor verrassingen komt staan tijdens je proefje. Daarom ben ik een dag eerder naar Frankrijk vertrokken. Zodat George alles even gezien heeft. En George is normaal van een hele lichte bodem gewend. Jullie weten het wel, van die wedstrijdbodem. Heel wit zand. En hij is dus een beetje bang voor donkere bodem. En hier is donkere bodem. Dus ik maak me een beetje zorgen. Want op die donkere bodem zie je vaak meer kleurverschil en meer vlekken. En als een paard bang is voor de bodem, dan heet dat bodemschuw. En dat heeft George dus een beetje. Dus het is belangrijk dat ik de baan ga verkennen. Ik hoop dat hij braaf is. En ik ben heel benieuwd hoe hij het gaat doen. Hierachter ligt het terrein. En hier is de vrachtwagen. En jullie weten dat ik normaal altijd één grote bende van alles maak. Maar nu is alles netjes. Daar hebben we al het hooi. Zodat ik overal alles goed kan pakken. Hier al die kratten. Mijn wedstrijdkrat. De beenkappenkrat. Met wassen zitten hier allemaal spulletjes. Hier de jasjes. Zodat ik alles makkelijk kan pakken. En daar geen stress over heb. Kijk, dekjes netjes. Eerst gaan de jonge paardenbaan verkennen. En dan mogen wij. En ik ben George aan het opzadelen. En het is echt heel handig. We hebben zo'n sabelsteun mee. Die kan je gewoon overal ophangen. En ik ga George even opzadelen. En hij heeft heel lekker geslapen. En hij is heel blij hier. Ja, je kan lekker de hele dag Spaans praten. Hè? Je kan lekker de hele dag Spaans praten. Nou, we hebben baan verkend en het ging mega goed. En we gaan nu eventjes kijken wat George van kamelen vindt. George, let's go! Oké, kom jongens, gaan kijken wat George van kamelen vindt. Oh. Hij vindt het wel raar hoor! Hij denkt echt, kan ik omkeren? Zo dichterbij? Kan dat, ja, denk je? Ik denk het wel. Hey, als ik op hol ga, pak je me. Kijk hem kijken. Dat zijn kamelen, dat zijn ook dieren. Ah, het baas verkennen ging goed, Ellie. Super. Sjors kijkt ook de hele tijd alleen maar blij. Dat is echt schattig. Je vindt het echt leuk hier, hè? Tussen al je Spaanse vrienden. Ja, je hebt het zo goed gedaan. We gaan nu eventjes douchen. En dat is dus buiten, naast de kamelen. Dus dat wordt nog een uitdaging. Maar let's go. George, welkom in de douche. Douche nummer 1. Lekker naast de kamelen. Hoppatee! We maken je. Tot zometeen. Ik geef naar het hotel ook ontbijten. Ja. Ja. Wat doe je allemaal, Sjors? Nou, dames en heren, we zijn bij de opening van het EK. Openingsceremonie. Dit is het. Hier moet je bij zijn. Frankrijk, Italië, Engeland. Volgens mij. Openingsceremonie.
Oké, jongens, het is een uitpakcadeautje. Hier kan je niet zo lekker wassen, want het is naast de kamelen. Dus ik ga hem nu uitpakken. Ik heb vanavond die wedstrijd en we gaan kijken of die wit is. Dat is spannend. Oké, dit eerste gedeelte is nog wit. Jongens, die ben je ook in mijn glas bijten. Oké, jongens, het is de volgende ochtend en George heeft weer heel goed geslapen. Vandaag is onze wedstrijd en we moeten vanavond om 6:30. Lekker hè, George? Hij vindt het heerlijk om even uit de zak te eten. We hebben net alle trails in opgedaan, even gewandeld. En zometeen ga ik er nog eventjes op wandelen om te kijken of alles goed voelt. En George vindt het super gezellig hier. Dit is onze gang. En daar zijn ze nu al wedstrijd aan het rijden. Zometeen knotjes maken en dan ben ik heel benieuwd hoe de wedstrijd gaat, Georgie! De vlechtjes zitten erin, zometeen nog de knotjes. En ik krijg even kriebeltjes van Lia. Lekker en short, zometeen even wat eten. Jij wilt eruit. Vanavond om iets voor 6:30 is mijn wedstrijd. En s'avonds rijden is niet zo heel chill, omdat je dan de hele dag moet wachten. En je hebt natuurlijk best wel veel zenuwen. En die zenuwen blijven dan de hele dag in je lichaam. Want pas als je gereden hebt kun je weer een beetje ademhalen. Maar gelukkig gaan we nu al even kijken. Het is nu 6:30 middags en gaan we nu al richting de wedstrijd een beetje. Dus kan je een beetje alles doen, vlechtjes maken en dat soort dingen. Ik ga George nu weer even hooi geven. En dan ga ik slobber maken. Er is hier geen warm water, maar ik heb een waterkoker. En daar ga ik slobber mee maken. Moet wel even uitkijken dat hij niet heel goor wordt. Want ja, slobber is natuurlijk een beetje vies. En dan ga ik mezelf helemaal klaarmaken en dan hoop ik heel erg dat de proef goed gaat. Knotjes beginnen er al aardig op te lijken. Hiernaast staat een pony, dus we hebben het even dichtgebouwd, want George vond die pony wel heel gezellig. Nu even eten en pauze en dan opzadelen! Thank you.
Oké, jongens, we hebben net gereden en de score is binnen 70%. Dat is echt een droomscore op een EK. Ik had het nooit durven dromen, maar let op. Yes! We moeten er nog mee. Oké, oh, hij gaat refreshen. Jongens, ik ben deze 70. Dus, wat is aan het zijn? Andere Nederlanders aan tweede. Eén en twee, ja. Je hebt goed gedaan. Josh, je hebt het zo goed gedaan. Ik ben echt super trots op je. Volgens mij ben je ook trots op jezelf. Ja, vind je het gezellig? Volgens mij vind je het wel gezellig om hier mee te zijn. Nou, niet om mijn oor bijten, dat is mijn oor eraf. Nu moeten er nog 10, dus het wordt heel erg spannend. Want dan weet ik of ik een medaille heb en welke medaille. En dat is zo spannend. Duimen! We hebben even met een waterkokertje slobber gemaakt. Oh, het is echt heerlijk. Lekker warm. George heeft er zin in, zo meteen is nu lekker hooi aan het eten. Ik weet niet of hier het bordje is. Even alle spullen opruimen. Het wordt nu zo spannend. Dit is het bord waar je de hele tijd de score ziet. En ik sta nog steeds op nummer 1. Super spannend. En er moeten er nog 4. En hier refresh die steeds. Het is zo spannend. Mijn Franse concurrent is nu geweest. En die is super goed. En die staat tweede. Dus het is spannend. Want er moeten er nog ongeveer 5. Dus nu is het heel erg duidelijk. Het is zo'n spannend moment. George heeft Yves Deken op door regenboomkampioen 2018. Lekker is Georgie! We moeten er nog 4. En George staat nog steeds op 1. En nu wordt het alleen maar duidelijk. Waar moesten we? Yes, jongens! Goud gehaald! Het EK, mijn droom is uitgekomen. Eindelijk een keer het Wilhelmus. Mijn moeder is ook net aangekomen. Ze is met de trein gekomen. We hebben gewoon goud voor de tijd! Kampioenschappen en het is echt een droom die uitgekomen is. Wilhelmus horen op zo'n grote wedstrijd is echt, ja, ongelooflijk blij. George is natuurlijk mijn allerliefste talpaardje en ja, toen ik hem kreeg in 2019 had ik al, ja, zo ongelooflijk veel dromen met hem, maar vorig jaar natuurlijk brons en zilver gewonnen op het Europese kampioenschap en nu het eerste onderdeel goud. Het was een droom en die is nu uitgekomen. Tijdens mijn losrijden, de warming up, waren ze hier echt het hele podium aan het opbouwen en George werd mega wild en ik dacht dit gaat nooit meer goed komen. En ik heb een Franse concurrent, daar heb ik vorig jaar van verloren en ik dacht ja shit, daar ga ik nu weer van verliezen. Maar vanaf het moment dat ik in de proef kwam, hij stond eraan en we waren één team en we versmolten helemaal. En alles, ja, bijna alles lukte wat ik hoopte, dus ik ben zo ongelooflijk blij. Nu moet ik zaterdag weer, dan heb ik de Kuur op Muziek, dat is het tweede onderdeel. En ik ga alles geven, ik ga mega erg mijn best doen. En wie weet, 2 keer goud op een EK. Het zou zo ongelooflijk cool zijn, maar mijn droom is nu al uitgekomen en dit ga ik nooit meer vergeten. Er kwamen ook heel veel juryleden naar me toe, van wie is dit paard en waar heb je hem vandaan? En ze hebben ook allemaal achtergegeven in bepaalde onderdelen en zeiden zo, dit is echt niet normaal mooi. Dus ik kreeg echt helemaal een kick, want het zijn allemaal buitenlandse juryleden uit Frankrijk, Engeland en die kennen mij natuurlijk helemaal niet.
Dus dat is zo fijn, want het is gewoon ja, super eerlijk en objectief. Ik heb hier mijn cijfers en je hebt heel veel verschillende juryleden. Ik ben heel blij met mijn 70%. Ik krijg hier van het Belgische jurylid een 8 voor mijn positie en zit. Dat vind ik altijd heel erg cool. Dit is de Nederlandse jury. Die heeft me een 7,5 gegeven. En hier heb je de Franse jury. En daar heb ik ook veel achterbij gereden. Dus dat is ook wel heel erg cool. Wel heel veel punten voor verbetering. Maar ook hij heeft mij een 8 gegeven. En hij zei, well done, talented horse, talentvol paard. Nou, en dan nog wat Engelse dingen. Even kijken. Dit is welke jury? Oh ja, Belgische jury. En dan heb je ook nog de... Oh, wacht, nog een Belgische jury. Oh ja, nog een Franse jury. Kijk, hier zie je alle juryleden. En ik ga dit allemaal goed bestuderen, want ik heb natuurlijk zaterdag de kuur op muziek. En dan wil ik echt knallen, want wij zouden zo graag Europees kampioen willen worden. Nou, op naar George en even zijn bed opmaken. Jongens, George gaat lekker slapen. Net de prijsuitreiking gehad, het was zo vet. En George vindt het Franse stro heerlijk. Ik ben zo blij. Iedereen, heel erg bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het geweldig vindt. En ik zie jullie in de volgende vlog, deel 2 van het EK. Doei!